ben hier, meneer White. Zijn we klaar om te gaan? Wacht, ik moet eerst je rugzak controleren. Er zit niets interessants in. Alleen een paar goodies. Een paar? Je rugzak zit vol met eten. Ja, ja, leerlingen geven het niet op hun favoriete lekkernijen mee te nemen in de bus. Schaam je niet om de regels te overtreden? Volgende keer laat ik je helemaal niet meer in de bus. Ik kan beter te voet gaan. Oh, er komt geen snoepje door. Neem dat. Meneer White, we zijn klaar om te gaan. Hé, meneer White. Iemand heeft me gebeld. Oh, net goed. Je hebt mijn outfit verpest. Kom op, niets persoonlijks. Volgende keer probeer je me tenminste niet te bedriegen. Het lijkt erop dat we meneer White niet aankunnen. Kom op, Chris. Ik wil niet naar school. Ik weet alles al. Ik wil je meteen waarschuwen dat het verboden is om snacks, drinken en diverse zoetigheden mee te nemen in de bus. Natuurlijk, zoals je zegt. Geef me een momentje. Ik had een snoepje ergens in mijn tas. Ik zal het nu vinden. Geweldig, hier is het snoep. Ik zei toch dat ik het zou vinden? Hier, ik overhandig een verboden product. Oh, dat was onhandig. Nou, we zijn over 10 minuten thuis. Het is goed dat oma meneer White heeft afgeleid. En ik mijn favoriete reep heb kunnen binnensluipen. Wacht, jongeman. Eet eerst wat fatsoenlijks. Snoepjes zijn als toetje. Maar oma... Oh, ook een fan, hè? Tuurlijk, ik hou van deze serie. Wat zit er in je rugzak? Heb je snoepjes? Nee, nee. Dankie. Altijd al willen proberen. Zullen we spelen? Eigenlijk is het niet zo interessant. Wie gooit het eerst? Haha, kies een vakje. Laten we beginnen. Zou geweldig zijn. Wat? Mijn snoepjes. Dus je doet alsof je fan bent om snoepjes te stelen? Sorry, maar ik hou meer van snoepjes. Je hebt me teleurgesteld. Oké, de ducky-truc werkte niet, maar ik heb nog een voorraadje. Wow, Ray, wil je wat met me delen? Kijk eens wat er met je gezicht is gebeurd. Oh nee, meneer White komt eraan. Hallo, wel, ik zal gaan. Niet zo snel. Ray. Soda? Doe je dit weer? Maar meneer White. Geen drank in mijn bus. Wat kunnen ze niet verzinnen om hun snoepjes binnen te krijgen? Maar toch. Een hoed is stijlvol. Abby, wat een ongewoon kapsel heb jij. Dat klopt. Wees niet verlegen. Druk jezelf uit. Elke look moet iets speciaals hebben. Stijl is alles. Je zou bij de modeshow in Parijs moeten zijn. Abby, wat is dat op je hoofd? Je zult het nu wel zien. Geef me een minuutje. Het is moeilijk te bereiken. Hou dat vast. Daar is cola. Schenk voor mij ook wat in, alsjeblieft. Oh, deze toren is moeilijker te beheren dan ik dacht. Oh, oh nee. Meneer White. Abby, hoe kon je? Ik geloofde je. Abby, hou je hoofd recht. Ik kan de fles niet sluiten. Oh, oh, jongen, waarom ben je zo gekleed? Dit is mijn kostuum voor de schooltoneelshow. Ik zal een speciale ninja spelen. Interessante hoed. Voorzichtig, meneer White. Ik ben al in karakter. Ik zal het toch even controleren. Probeer maar. Meneer White is met alle middelen bereid om zijn officiële plicht te vervullen. Maar het lijkt erop dat de overwinning deze keer toch naar Ray zal gaan. Ik moet terug naar mijn aerobicslessen. Oh, het ruikt heerlijk. Dit is mijn nieuwe pizza parfum. Hier. Wow, het ruikt als in mijn favoriete restaurant. Je mag het houden. Echt waar? Bedankt. Dat is geweldig. Ik hou van deze hints van worst. Hoi Ray, wat is er met jou gebeurd? Nog een poging om eten langs meneer White te smokkelen. Alleen deze keer werkt het. Alles waar je ooit van kan dromen. Dit aroma van pizza heeft me hongerig gemaakt. Hey, delen. Nee, mijn pizza. Ja, oh, ik ben uitgehongerd. Wauw. Dat wil zeggen, onze verzoeken aan de ruimte werken. Het is magie. Net op tijd. Dankjewel, universum.
Dat is het. Pizza is voorgoed weg. Het is allemaal jouw schuld. Zo, Ray, ben je er klaar voor? Ja, check. En hier is de eerste voorraad. Wat zit daarin? Een reep. Abby, red mijn kwal, alsjeblieft. Jane, ik denk niet dat dit een goed idee is. Alsjeblieft. Oké, alleen omdat we vrienden zijn. Nou, wat hebben we hier? Niets. Goed gedaan, Jane. Wie is de volgende? Laat eens zien wat er in je rugzak zit. Deze vissen doen me ergens aan denken. Dat zijn snoepjes. Oh nee! Moet met iets komen. Ja, we hebben poptubes. Goed idee, Ray. Giet er maar meer in. Mee eens. Dit is het beste om te doen. Het is zowel ontspannend en het houdt de snoepjes veilig. Jongens, dit gaat werken. Studenten en snoepjes zijn echt onafscheidelijk. Deze jongens zijn bereid om alles te doen om de geliefde tractaties in de bus te smokkelen. Hoe meer poptubes, hoe meer snoepjes. En hoe meer snoepjes, hoe meer geluk. Oké, bepaal een moment. Wat zijn het voor constructies op jou? Ik moet ze allemaal controleren. Niets bijzonders, gewoon een stijlvol accessoire. Je zegt een accessoire, hè? Ik denk dat ik weet wat het doel ervan is. Alsjeblieft niet. Al onze inspanningen zijn voor niets geweest. Ik wist het. Het is niet zo gemakkelijk om mij voor de gek te houden. Ik zit al een tijdje in deze business. Ik heb het allemaal gezien. Hallo, meneer White. Hallo, Jane. Oh, wat is er gebeurd? Ziet er vrij slecht uit. En het doet nog pijn ook. Ik ben gestruikeld over de kat. Iets aan de aanblik van deze arm maakt me achterdochtig. Ik zal toch iets controleren. De breuk kon je arm niet veel langer maken. Ja, meneer White is een echte pro. Geen student stapt in de bus zonder zorgvuldig gescreend te zijn op goodies. Alles is veilig. Nee, meneer White. Het is echt mijn arm. Nou, eens kijken. Er is een behoorlijke voorraad snacks hier. En hoe past dat daarin? Je bent wreed. Als je groot bent, zul je me dankbaar zijn. Is er echt niets meer over? Oh, ik zei geen snoepjes. Om nom 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 nom. Hallo, meneer White. Hoi, Jane. Dit is mijn favoriete pop, Kate. Wat een schatje. Je kunt opschieten, Jane. Heeft mijn plan gewerkt? Ik kan het niet geloven. Eindelijk, ik ga genieten van mijn snoepjes de hele weg naar school. Oké, Ray, eerst controleren. Natuurlijk, meneer White. Nou, wat is dit? Het zijn keelpastilles. Ik ben verkouden. Oh, die heb ik. Die zullen je zeker helpen. Oh nee, het is voorbij. Ik moet van mijn snoepjes af. Wat jammer. Maar meneer White heeft het tenminste niet gezien. Ik lijk in de problemen te zitten. Ray, ik bracht je. Ik snap het niet. Ray, schaam je. Het is niet van mij. Jet, hoi. Meiden, kijk eens wat ik gevonden heb. Ik zal doen alsof ik een chauffeur ben en alle regels opheffen. Dat is een briljant idee. Ik weet zeker dat het zal werken. Wens me geluk. Goedemorgen, collega. Ik ben gestuurd om je te vervangen. De administratie heeft je voor vandaag een vrije dag gegeven. Dit is nieuws. Bedankt, vriend. Eindelijk. Hey, Jacqueline. Abby, kom hier. Haha, meneer White is zo naïef. Schiet op. Laten we wat lekkers gaan eten. Wat heb je nog meer nodig om gelukkig te zijn? Jacqueline, vang dit. Ja, als meneer White maar kon zien wat er in zijn bus gebeurt. Vrije dag. Oh, wacht. Ik ben vergeten de sleutels aan mijn collega te geven. Hoe moet hij de kinderen naar huis brengen? Ik moet terug. Maar ik heb de sleutels. Wat is hier aan de hand? Wat heb je van mijn bus gemaakt? Je gedraagt je ongepast. Dat was het. Wij en onze snacks zijn op. Weet je, dit had ik niet van je verwacht. Maak de bus weer schoon en de vloeren moeten glimmen. Nou, de operatie gedaan. Zijn klaar, meneer White. Dat betwijfel ik. Nou, om onze favoriete snoepjes te bemachtigen, zijn we tot heel veel bereid. Wat zou jij doen om stiekem je favoriete snoepjes in de bus van meneer White te krijgen? Deel je ideeën in de comments onder deze video. Abonneer, duim omhoog en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot later!